Hallo mensen, welkom in deze nieuwe video en welkom in Londen. Ja, Londen. Want zoals jullie, een paar mensen of jullie al zouden hebben gezien hebben, dit is Assassin's Creed Syndicate. Dit is de nieuwste uit de Assassin's Creed series. Ik weet eigenlijk niet meer hoe lang geleden die nou is uitgekomen, maar laatst zat Game Mania had een heel goedkoop. Goedkoper als dat ik via hun online site zou kunnen kopen. Dus toen dacht ik, weet je wat, ik koop hem nu gewoon lekker. Ja, dat is vast wel erg leuk. En tot nu toe is het ook heel erg leuk. Ik heb zeg maar de eerste missie heb ik nu gedaan. Want de eerste missie is eigenlijk gewoon nog de tutorial missie. Dus ik dacht, die ga ik nog niet opnemen. Want ja, meestal zijn de tutorial missies niet super leuk om naar te kijken. Ook omdat, ja, ik vooral bij de andere YouTubers ook, is het vaak nog even een beetje te kloten. Omdat je eigenlijk niet weet wat je aan het doen bent. Maar goed, we gaan nu gewoon lekker spelen. Ik heb eigenlijk nog geen idee hoe lang ik deze video's wil gaan maken. Want ik wil eigenlijk gewoon de missies doen. Ik weet niet hoe lang de missies zijn. Ze zijn waarschijnlijk heel erg verschillend in lengtes. Maar ik wil eigenlijk niet gaan opnemen dat ik gewoon lekker aan het rondlopen ben en lekker aan het kloten ben in deze game. Want in mijn ervaring is dat niet het meest entertaining. Dus ik ga gewoon lekker de missies doen. En dan moet ik even kijken in de map. De missies. Templar Hunt, Harold Drake. Gang Stronghold, Spiderfields. Seeking Street to catch an urchin. Dat is dus de hoofdmissie. En deze twee zijn zijmissies, denk ik. En om een beetje jullie uit te leggen hoe deze map werkt. Er zijn facties. Ik ben. Dat was misschien handig geweest als ik toch jullie de tutorial hadden laten zien. Maar we moeten uiteindelijk natuurlijk weer iemand vermoorden. Want dat zijn alweer de Templars. En Londen is nu in bezit van een gang. En om Jacob Fry te helpen. Jacob Fry is de hoofdpersoon samen met zijn zus. Even kijken. Oké, ik mag nu iets switchen. Ik weet even de naam van zijn zus niet meer. Maar zij hebben een eigen gang gestart. En alles wat rood is, is nog in het bezit van de andere gang. En alles wat gewoon normaal gekleurd is, is van ons. Dus ik denk dat ik nu gewoon maar naar deze Secret Street to Catch an Urchin ga. Daar ga ik dus even heen lopen. Het is 500 meter hier vandaan. Dus dan gaan we wel even zien wat er gaat gebeuren. Hij springt heel soepel van de dak af. Die val zou je normaal niet op zo'n manier kunnen overleven, lijkt me. En ik heb alweer een beetje moeite met rondkomen. Dat heb ik al vaker. Soms doe ik gewoon een beetje vreemd. Of doet de game een beetje vreemd. Zoals nu. Waarom loopt hij tegen die koets aan? Ik kwam even niet op het woord. Oh. Ja, alle guards. Die mogen mij dus niet. Dus ik moet eigenlijk zorgen dat ik niet in hun buurt kom. Maar ja, ik vind deze game er echt best wel heel erg mooi uitzien. Ik heb niet op de hoogste settings, want dan zou ik zeker niet meer kunnen opnemen. Want ja, ik heb maar een GTX 770. Dus ja, het zou er nog veel mooier uit kunnen zien. Maar toch, op de settings dat ik het draai, vind ik het al best wel mooi. En ik moet ook zeggen, hiervoor heb ik heb ook Unity gespeeld. En dat is echt veel slechter. Ook op de laagste settings kreeg ik maar heel weinig FPS. En dat kwam gewoon doordat Ubisoft, de uitgevers, had toen gewoon een beetje een moeilijke tijd. Assassin's Creed Unity, Watch Dogs en al die games in die periode waren gewoon voor de PC heel slecht geoptimaliseerd. Ja, dus ook al had je een heel goede PC, dan kon je eigenlijk toch maar niet zo heel mooi draaien. Maar ik vind dat ze met Syndicate het heel goed hebben gedaan. Want ik vind het er best wel heel erg mooi uitzien. En ik krijg gewoon goede FPS.
ik krijg nu 60 fps gemiddeld voor mezelf. Tussen de 45 en de 60 fps krijg ik. En dan als opname doet hij 30. Dus ja, dat vind ik echt best wel heel erg goed. Voor een 77. We zijn nu bij de missie aangekomen. Omhoog. Nee, hier. Ah, mijn zus. Ah, Evie. Zo heet ze. Jacob en Evie search for the elusive Clara O.D. Dat is dus een meisje. Die volgens mij iets weet. Daar is de Big Ben. En dit vind ik ook heel cool. Deze timelapse, zeg maar. Even een stukje code tussendoor. What is this place? It's nice to meet you both at last. This is Babylon Alley. Here we make it our business to know the streets and provide children with the opportunity to control their own destinies. Clara. Okay. Mr. Green said we might be able to help one another. In exchange for our services, we ask a small favor. Well, why not? You seem to have taken most of my money. Why not take a small favor, too? There are several factories about the city that are powered almost entirely by child labor. Those children work long hours with little pay, and most are not permitted even to leave the factory grounds. They suffer terribly. I need you to save them. A small favor. In return, we offer you intelligence, something you clearly need. Oh, hold on a minute. I'm late for an appointment. What are these terms? We accept. Pleasure doing business with you. Zo. Dat voor een kind, 10 jaar lijkt me. Zo, dat zijn nogal eisen. Maar goed, dat kunnen we natuurlijk. Wij kunnen die kinderen wel bevrijden. Een beetje free running. Ik hoorde volgens mij iemand zeggen, ah Jacob, what are you doing? In een prachtig Engels accent werd dat gezegd, wat ik totaal niet na kan doen. Laat ik maar even in mijn Assassin's outfit gaan. Er is een alarmbel in deze regio. En ik moet dus naar die icoontjes om ze te bevrijden. Ik denk dat ik eerst even ga kijken of ik via het dak naar binnen kan. Want dat zou het wel een stuk makkelijker maken. Hier moet ik iemand vermoorden? Okay, normaal speel ik met de controller, maar op dit moment ga ik even in met de muis en nu even hier. Hij is best wel sterk. Ja. Oh god. Daar zijn nog veel meer mensen. Hoe kon hij mij zien? Ik moet hem vermoorden, hè? Wat als ik hem gewoon neerschiet? Oké, hij rende ik gewoon weg. In elk geval, dat hoop ik. I'm here to help. We thank you from the bottom of our heart. Ja, up, nu weg. Oké, goed zo. Get back! He must be close, right? No good hanging about for this. Ik moet omlaag. En er zijn wel heel veel mensen daar.
just plain silly buggers, if you ask me. Someone slipped through the cracks. Watch yourself. Ja, kom maar hier naartoe. Kom maar hier naartoe. Zo. Zo handig. Een assassin zijn. Ga maar. Thanks, mister. En hier beneden volgens mij ook nog. Zo, daar kunnen ze tenminste niet nu nog iets gaan doen. Dit was waarschijnlijk niet de beste manier. Om het te doen. Maar goed. Ja, continue maar, hè. Nou, ik heb nu nog niet zo heel erg lang opgenomen. We hebben nu echt een heel groot stuk erbij gekregen. Ja, wat ik wou zeggen. We hebben nu nog niet zo heel lang opgenomen. Dus ik denk dat ik ook deze missie hier nog ga doen. In ieder geval één van deze twee. En dat ik dan deze video ga stoppen. Dus ja. You've earned one skill point. Oké. Dat is het verkeerde. Skills. Even kijken. Ik heb dus twee skill points. Wat wil ik nu erbij gaan nemen? Okay, your eagle vision now allows you to see through walls and to watch and attack enemies. Oftewel, je kunt met eagle vision kun je door muren heen kijken. Hiermee vind je meer dingen om spullen mee te maken. Reduces all melee damage suffered. Oftewel, het vermindert hoeveel schade je krijgt van een melee attack. Attack an enemy just before they enter combat. Even kijken. Ik zou meer health kunnen nemen. Maar ik denk dat ik voor deze ga. Stealth stat increases by 7. You are less likely to be detected and your assassinations will make less noise. Ofwel, dat zorgt er gewoon voor dat ik minder snel gezien word tijdens het sneaken. En als ik iemand vermoord met een assassin. Als ik ze assassinate, dan maakt dat minder geluid. Oftewel ook weer minder mensen merken dat ik iets doe. Dan ga ik nu even 150 meter die kant op. The very best of London. En waarschijnlijk klonk dat heel stom. Tackle thief. Tackle. What on earth is going on over? Dat is een vrouw, hè? Oké. Crowd event, dat heeft dus iets gedaan. Hey, guards, ik doe iets goeds. Ik doe jullie werk. Ik stop de dief. Die vet. Nee, niet die vet. Eliminate all blinders. 0 of 10. Free and protect captured clinkers. Dat is gewoon hier. Even eagle vision. Oh, maar wacht. Daar was
Dat is de enige die je kan identificeren. Sniper. Advantage. Snipers have long range. And can attract more enemies if they detect you. Oké. Dus ze zien ver. Ze kunnen ver schieten. En ze brengen nog meer wachters in. Nee, niet wachters. Dit zijn blighters. Oftewel een van die gangs. De strategie is dus om ze te vermoorden. Of om ze te ontwijken. Dat is meestal wel hetgene wat gebruikelijk is. Nee, ik wil niet schieten. Must be one of the clinkers. Good place to start. Okay, here, sniper. Nee, ik wil niet haar. Kom erop, kom erop. Must be one of the clinkers. Good place to start. Oké, dat waren 9 van de 10. Oh, dat waren leuk voor iedereen. Oké, dat was makkelijk. Free and protect captured clinkers. Oh, dat is dus niet gelukt. Maar we hebben nu wel nog een grotere regio. En kijkend hoe snel dat ging, ga ik ook gewoon weer die derde missie hier doen. Gang Stronghold completed. Moet je zien, we hebben nu gewoon al zo'n best wel groot gedeelte van Whitechapel, oftewel Witte Kapel. Gewoon, dat is een buurt in Londen, blijkbaar. You seem to want my employer's attention, Mr. Fry. Okay, hello. Oh, I positively crave it. But you'll do for now. As you like. Okay, zij komen nu naar ons. Oh, het is een ambush. I've no time for stragglers. Nou, de ambush hebben we overleefd. En dan ga ik maar weer eens kijken. 300 meter lopen. Ik ga denk ik even deze koets overnemen. Lol, die mensen stappen dus ook gewoon in. Keep moving. Jeetje, die is hoog. Dat was een beetje de bus van tegenwoordig, alleen dan niet goed voor. Hier maar naar rechts. Ik vind die koetsen echt gaaf. Easy, girl. Easy. Oké, nou komen we er maar uit, hè. En dan gaan we maar de derde gang aanvallen. Gaan jullie hem weer daarheen? Oh, is dit die gozer die men net opriep? Escape the area. Oké.
Okay. Nou ja, dan stappen we maar in de cube toetsen. Steady on. Oké, komen we nu nog mee? Hup, snel. Slow down. That's a girl. Ja, als je niet mee gaat komen. Doing fine. Jeetje, dit is wel heel snel. Ik doe dan wel niet de challenges. Die heb ik nou ook niet eens gezien. Dat ik een challenge kreeg van Kill the Target with the Crate of Dynamite. Oftewel, blaas hem op met dynamiet. Maar goed. Ik zeg maar weer continue. En we hebben Whitechapel nu veroverd. Templar Hunt completed. Oh, hij was een Templar. Een Templar. Oké, dus nu zouden we nog die gang war moeten doen en dan is Witte Kapel van ons. Zoiets. Maar dat ga ik niet deze episode doen. Ik ga nu nog even naar een winkel. Omdat ik dingen... ik moet even nieuwe kogels kopen en zo. Oh, exit is dat. Wait for me here. Roy. Ik heb jullie niet meer nodig. Maar ik heb jullie dat eens gedaan. We're done here. Oh, omdat twee personen waren. Need help surviving this. Ja, oké. Refill all. Refill all. Ja, dat kostte maar 200 pond. Treasure maps. Dat kost best zoveel geld. Ik denk niet dat er zoveel geld naar voren gaat komen. Maar goed. Ja, ik zou zeggen, ik wil eigenlijk nog even met de koets. Waarom? Hehe, moeilijk hè, opstappen. Wat ik wil zeggen, ik wil even naar een mooie plek toe rijden. Hier bij het water. Dat is dus de andere kant. Easy does it. Kan een koets ook achteruit? Go. Ja! Steady on. Vloog uit de bocht. Ah, de kant, ja. Ik moet er door. Ja, de nieuwe missie is dus Confront Rexford Kaelak. En dat is denk ik dan inderdaad die plek van die nieuwste missie. Oh, ik dacht dat het hier water was. Oké, laat maar, dat heb ik dus verkeerd gezien. Dan gaan we gewoon even lekker het zonnetje in. Want verder mag ik dat niet. Omdat ik dan de een gebied inga waar ik mag, want dat kun je hier zien op de map, als de map even open wil gaan. Whitechapel houdt daar op. Buiten Whitechapel mag ik nu nog niet komen. Dus ja, even lekker in het zonnetje. Ja, dan wil ik jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken van deze video. Laat even weten of je deze video nou leuk vond. Laat het even weten met een like of een comment. En als je het nou echt super leuk vond en je bent er goed subscribed, subscribe dan alsjeblieft even. Want dat helpt mij heel erg. En dit kwam nog even en ik dacht dat is vast wel leuk om te doen. En daarvoor word ik haar nog even. Dit is niet goed. Jawel, dat is het wel. Zo. Die is dood. Maar goed, ja, hey mensen, bedankt voor het kijken en ik zie jullie weer in de volgende video. Ciao.